Hoi, mijn naam is Lisanne de Vries en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Vandaag introduceer ik opnieuw een nieuwe serie op mijn kanaal, genaamd Style Swap. In deze serie ga ik aan de gang opnieuw met kleren natuurlijk. Mijn hele kanaal gaat over kleding, maar dit keer niet met mijn eigen kleding, maar met die van een ander. Het leek me namelijk leuk om een keer met iemand anders je kledingkast aan de gang te gaan. Dus in deze serie ga ik langs bij verschillende mensen om hun kledingkast te bekijken en om daar leuke outfitjes mee samen te stellen. En vandaag begin ik dus met de allereerste aflevering hiervan. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Het leek mij in ieder geval een heel leuk idee, dus ik hoop dat jullie het ook leuk gaan vinden. Hebben jullie zin in deze video? Abonneer hieronder dan vast eventjes op mijn kanaal. En doe natuurlijk een duimpje omhoog. En dan gaan we snel beginnen. Oké, nou ik zal even vertellen met welke kledingkast we deze keer aan de gang gaan. En dat is met die van niemand minder dan mijn moeder. Nou, waarschijnlijk hebben jullie mijn moeder een paar keer voorbij zien komen in video's van mij. In bijvoorbeeld de Lapland vlog of misschien per ongeluk een keer in een shoplog. Want ik ga gewoon heel vaak met mijn moeder shoppen. En mochten jullie haar nou nog niet hebben gezien, dan zal ik hier eventjes een fotootje plaatsen. Maar goed, daar kan je het natuurlijk niet op zien. Die foto vind ik echt zo grappig, dus daar moest ik eventjes iets mee doen deze video. Dit was in Lapland. Maar nee, ik zal nu even een paar normale foto's van mijn moeder erin zetten. Zodat jullie een beetje een beeld hebben wie mijn moeder is. Nou staat mijn moeder niet zo heel vaak op de foto en al helemaal niet met winterkleren. En ik ga nu natuurlijk aan de gang met een beetje herfst-winterkleren. Maar goed, ze staat gewoon niet zo vaak op de foto. Dus heel veel foto's heb ik niet van haar. Dus hier moeten jullie het even mee doen. Maar mijn moeder is eigenlijk dus sowieso echt de allerliefste vrouw van de hele wereld. En de allerknapste moeder ook van de hele wereld. En ze ziet er altijd heel erg leuk uit. Ik ga dus heel vaak met haar winkelen. Ze heeft een hele andere stijl dan mij. Maar ja, dat is natuurlijk ook logisch. Mijn moeder is in de 50 en ik ben 24. Dus ja, dan heb je niet helemaal dezelfde stijl. Het zou natuurlijk ook raar zijn als mijn moeder met een mini rokje aankomt en een crop top. Dus nee, daar loopt ze niet in. Ze loopt vooral in blouses. Heel veel blouses, maar wel met heel veel printjes. Dat vindt ze wel heel leuk. En dat staat er ook altijd heel leuk. En dan combineert zij het vaak met een spijkerbroek. Staat altijd heel leuk. Ze heeft ook heel veel paar schoenen. Ik pas haar schoenen ook, dus die ga ik ook gebruiken voor deze video. Ze is nu niet thuis, dus ze heeft wel een aantal dingen aan. Die kan ik niet gebruiken, maar goed. Ze heeft wel een hele variërende stijl. Heel netjes, maar ze kan dan ook wel weer hele stoere schoenen erbij aantrekken bijvoorbeeld. Dus dat is wel leuk gecombineerd altijd. En ik ga dus aan de gang met haar kledingkast. Nou, die staat hierachter. Die zien jullie altijd op mijn video's. Dit is dus de kledingkast van mijn moeder. Maar omdat mijn moeder niet precies dezelfde maat als mij heeft, ga ik het wel een beetje combineren met mijn eigen kleren. Dus ja, broeken van haar die pas ik sowieso niet. Omdat ze gewoon een andere maat dan mij heeft. Wat helemaal niet erg is natuurlijk. Maar daarvoor pak ik dan wel even mijn eigen kleren. Dus ik ga eigenlijk gewoon een combinatie maken van haar kleding met mijn kleding. Om zo een outfit te maken die ik heel erg leuk vind. Met mijn moeders kleren. Die dus een hele andere stijl heeft. Dus ik ben benieuwd. Ik ga gewoon haar kledingkast induiken. Ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. Laten we naar de kledingkast gaan. Oké, nou ik sta nu voor de kledingkast van mijn moeder. Dit is dus een open schuifdeur met spiegels. Heel handig, daar film ik altijd in. Hele lange spiegels zijn dat. En hier is dus al haar kleding. Dus ik ga er gewoon eventjes doorheen kijken. Ik weet natuurlijk al een beetje wat zij heeft, wat ze draagt altijd. Ze houdt ook heel erg van glitters trouwens. Ze is net een extra, zegt ze zelf altijd. Dus ze heeft altijd overal pailletjes of een glittertje. Of, nou ja, dat vindt ze in ieder geval heel leuk. Dus dat kunnen jullie ook verwachten in een outfit. Ik ga proberen een paar outfits te maken. Laten we maar beginnen. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Oké, volgens mij heeft ze hierboven allemaal topjes liggen en hier wat meer blouses. Maar omdat zij dus vaak blouses draagt, wil ik daar wel iets mee doen. Ik draag zelf nooit blouses. Dus dan vind ik het juist wel leuk om mezelf ook een beetje uit mijn comfortzone te halen. Om een blouseje een keer te proberen. Dus ik ga gewoon even kijken. Kijk, dit is bijvoorbeeld een blouseje die ze net nieuw heeft. Die staat nog in het Zara tasje hier. Of die ligt daar nog in bedoel ik. Echt een heel leuk blouseje. Een okergele met allemaal stippen erop. Echt super mooi. En dan heeft hij zulke mouwtjes. Dus dit is wel een beetje mijn moeders stijl. Gewoon lekker opvallend. Maar wel netjes door een blouseje. Deze heeft ze dus net nieuw. Dus misschien ga ik deze wel gebruiken. Waar zal dit leuk bij staan? Ja, mijn moeder zou dit bijvoorbeeld dragen op een zwarte broek. Of een spijkerbroek. Ik denk dat ik er wel iets leukers van wil maken. Misschien op een rokje of zo. Ik denk dat ik dat wel leuk vind. Misschien het rokje wat ik nu aan heb. Ik heb nu een lakrokje aan. Ik denk dat die daar wel heel mooi bij staat. Dus ik denk dat ik dat eventjes bij elkaar ga aantrekken. Dit is echt een mega doorschijnend topje zoals je ziet. Met een kanten bovenkantje. Dat kant vind ik niet per se heel leuk. Maar er zitten dus allemaal stippeltjes in wat ik wel heel leuk vind. Dit kan denk ik best wel sexy zijn voor uitgaan of zo. Hoe zou mijn moeder dit dragen? Ik heb haar dit nog nooit aanzien hebben volgens mij. Misschien draagt ze het gewoon met een t-shirt eronder of zo. Ik denk dat dit wel heel gaaf is op een mom jeans. Ja, een donkere mom jeans. Ik denk dat dat wel heel leuk is. En dan met hakken eronder, denk ik. Ja, dat ga ik ook even bij elkaar aantrekken. Mijn moeder heeft best wel veel kleren, als ik het zo zie. Best wel veel. Wel heel leuk. Ze is net zo kledingfreak als mij. Wat is dit? Oh ja, dit heeft ze ook heel vaak aan. Dit is een soort... Ja, dit is... Zij draagt het als topje. Maar ik denk dat dit bij mij wel heel erg leuk als een jurkje staat. Het staat er eigenlijk op. Een soort salamander of zo, denk ik. Ja, ik weet het niet. Een draak misschien? Best wel een mooi ding. Ik denk dat dit bij mij wel een jurkje is. En misschien is het wel heel erg leuk met een riem in het midden. Ga ik ook even proberen. Oké, misschien ook een beetje een winteroutfit. Ik zie hier een paar truien liggen die wel heel leuk zijn. Kijk, dit is dus precies wat ik bedoel met dat mijn moeder van glitters houdt. Oh, deze zit binnenste buiten. Kijk, als zij zoiets in de winkel ziet hangen met van die glittertjes erop, dan vindt ze het eigenlijk meteen al heel leuk. Dus dit is wel echt typisch mijn moeder. Ik vind het ook wel een hele leuke trui. Hij heeft een V-halsje, mooie groene kleur. Deze is van de H&M van vorig jaar. Ja, hoe zou ik dat combineren? Misschien met een opvallende broek of zo. Ik ga heel even in mijn kledingkast kijken wat voor outfit ik hierbij kan maken. Wel een leuke trui. Oh ja, dit is een hele leuke rok. Die heeft mijn moeder gevonden bij de C&A. Nou, daar kom ik dus nooit. Maar ik denk dat ik dit echt niet ga passen. Dat dit te groot voor mij is. Het is wel echt een mooie rok hoor. Maar misschien ook meer iets voor de zomer. Maar met overnila's is het wel heel leuk. Ik ga het even proberen en anders doe ik er wel een riem omheen. Want ik denk dat een lekkere opvallende riem hierbij ook wel mooi is. Ik ga het even proberen. Ik weet niet zeker of het heel mooi gaat staan. Maar we gaan kijken. Oké, nou ik heb hier nu genoeg dingen liggen om eventjes te gaan passen. En ja, ik ga het maar gewoon allemaal even aantrekken. En combineren met mijn eigen kleding. Ik ben heel erg benieuwd of ik het ga passen. Of het leuk gaat staan zoals ik het in gedachten heb. Dus ja, ik ga het gewoon even aantrekken. Oké, de eerste outfit. Nou, ik heb dat blouseje dus aangetrokken. En ik vind hem best wel mooi. Alleen, het is niet helemaal mijn smaak. Maar bij mijn moeder staat hij wel echt heel mooi. Dat is eigenlijk een langer blouseje. Maar ik heb hem dus in mijn rokje gestopt. Ik heb er even een gewoon leren rokje bij aangetrokken. En mijn eigen schoenen. Mijn moeder heeft net nieuwe laarsjes. Maar die heeft ze dus aan vandaag. Dus die kan ik helaas niet laten zien. Maar goed, ik heb deze laarsjes erbij aangetrokken. Want die vond ik er wel mooi bij. Een panty. Nou, jullie weten hoe ik over panties denk. Maar bij deze outfit vind ik het op zich best wel mooi staan. En dus een leren rokje. En ik vind de outfit best wel mooi zo. Hij is best wel geslaagd. Hij is niet helemaal mijn maat. Het is 1 maatje groter dan mijn eigen maat. Dus het valt nog mee. En ja, hij staat eigenlijk best wel mooi. Het is echt een lekker opvallend kleurtje met lekkere stipjes. Daar hou ik altijd wel van. En eigenlijk vind ik het best wel een leuke outfit zo. Het is best wel netjes, maar toch weer stoer. Door het zo te combineren met mijn laarsjes. Mijn moeder zou dit echt nooit zo dragen. Die draagt het echt op een broek. Die heeft ook altijd het liefst dat blouses wat langer zijn. Zodat ze over de billen vallen. Vindt ze het fijnst of zo. Ik hou er juist van om dingen in mijn broek te stoppen. Nou ja, zo zie je ook in een rokje. Dat vind ik altijd het mooiste. Maar ja, smaken verschillen natuurlijk. Dit is hoe ik hem zou combineren. Ik vind de eerste outfit al geslaagd. Ik denk eigenlijk ook dat het wel heel erg leuk staat op een... spijkerbroek. Nou, ik heb hem eventjes op een andere manier nu gesteld met een mom jeans. En ik vind het misschien nog wel leuker. Dit is de outfit nu. Ik vind het eigenlijk wel heel mooi. Ik vind de kleurencombinatie van dit geel met dit donkerblauwe in de spijkerbroek heel erg mooi. En zoals je ziet zit hier een soort peplumpof dingetje. Hij is ook veel langer. Hij komt tot hier ongeveer. Maar ik heb hem dus in mijn broek gestopt. En ik vind het zo met goud gecombineerd ook wel heel mooi. De stippen zijn trouwens zwart. Dus vandaar ook de riem. Ik vond met goud wel heel erg mooi gecombineerd. Dus ook het horloge heb ik erbij gedaan. En dan gewoon zwarte lovertjes. Deze komen van Haren. Deze broek is van de Bershka. En dit blouseje is trouwens van de Zara. Mochten jullie daar benieuwd naar zijn. Hij is dus net nieuw. Het kaartje hangt er nog aan. Dus hij is gewoon nog te koop. Mochten jullie hem leuk vinden. Nou, ik vind deze outfit misschien nog wel leuker dan de vorige. Laat even weten. Welke vinden jullie leuker? Die met het rokje? Of deze. Ik ben wel benieuwd. Ga ik nu door naar een volgend kledingstuk. Ik had dus net dit topje aan. En ik denk dat dat wel heel erg mooi staat op deze rok. Met, ik denk, mijn overnilaarsjes. Maar misschien is het ook wel mooi met een panty en dan gewoon enkellaarsjes. Ik denk dat dat wel mooier is. Maar ik vind deze combi wel heel mooi. Van het stipje met de streep. Dat is lekker opvallend. Ja, vind ik wel leuk. Ik ga dat even bij elkaar aantrekken. Nou, ik heb het weer bij elkaar aangetrokken. En dit is het resultaat. Nou, wederom vind ik dit weer een heel leuk outfitje. Je moet niet mijn buik zien. De rok is alleen wel echt te groot, dus ik heb hem achter eventjes vastgeklipt. Maar als dit mijn goede maat was geweest, had hij wel heel mooi geweest. Hij is dus van de C&A, maar het is echt een mooie rok. Hieronder zit ook nog een onderrok. Dus als die omhoog zwiebert, dan loop je niet meteen in je blote kont. Dus dat is ook wel echt een positief puntje aan deze rok. Hij valt gewoon heel erg mooi. Ik vind het echt een mooie rok. Ik denk als hij in mijn maat had geweest, had hij nog getailleerder gezeten natuurlijk. Maar ik vind het gewoon echt een mooie rok. Het is dus een wikkelrok die je zowel in de zomer als in de winter en in de herfst gewoon prima kan dragen. Je moet dit natuurlijk wel zien met een panty dan. Die heb ik even boven liggen. Ja, ik vind het gecombineerd met dit topje ook heel mooi. En de schoentjes erbij. Ja, dit past gewoon goed bij elkaar. Dus ik vind dit zeker wel een geslaagd outfitje. Heel leuk. Ik hou echt van die combi van streepjes en stipjes. En dat het nog een beetje kleur aan de outfit brengt. Door die groene streep vind ik ook heel leuk. Dat past er wel bij. Omdat het verder zo zwart-wit is. Dus ja, dat is deze outfit. Ik ben benieuwd wat jullie hiervan vinden. Dan even door naar dit jurkje. En ik denk dus dat deze heel erg mooi zal staan met deze riem in het midden. Dus ik ga het even bij elkaar aantrekken. En dan gewoon weer met die laarsjes. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat het wel als een jurkje valt bij mij. Dat hij niet te kort is. Want ik vind het wel echt een leuk dingetje. Ik heb het aangetrokken, maar deze vind ik een beetje tegenvallen. Hij is helaas korter dan ik had gehoopt. En ik vind het niet heel leuk. Dit is de outfit. Nou, zoals je ziet is die echt wel heel kort. En ik vind hem een beetje raar poffen of zo. Dus ik vind dit niet zo leuk. Maar misschien is het zonder riem wel leuker. Dus ik zal hem heel even afdoen. Even kijken hoor. Ja, dan is het een beetje een vormloze ding. Dus ik dacht het is juist wel leuk met een riempje. Dan geeft het wat meer vorm aan mijn lichaam. Maar dan wordt het ten eerste wat korter. En hij is echt al best wel heel kort. En ik vind de vorm dan ook niet zo heel mooi. Dus dit is niet helemaal mijn favoriet. Dus nee, deze ga ik weer uitdoen. Het had leuk kunnen zijn. Mijn moeder draagt het dus altijd op een broek. Als tuniekje. Maar ik vind dat zelf niet zo leuk. Ik hou van dingen in mijn broek stoppen zoals ik net al zei. Dus ik zou dit niet op een broek dragen. Maar bij mijn moeder staat het wel altijd heel leuk. Nou, als jurkje is het hem ook helaas niet. Hij is echt te kort. Dan gaan we door naar dit blouseje. En ik zei net dat het me heel leuk leek op een mom jeans. Dus dat ga ik zo ook even proberen. Die ligt hier al. Dat is deze. Die had ik net ook aan. Maar ik denk dat het ook heel leuk staat op een ruitjesbroek. En die heb ik toevallig net nieuw. Dus daar ga ik het ook even op proberen. Ga het gewoon allebei even kijken. Nou, ik heb het weer aangetrokken en ik vind dit helaas ook niet zo'n heel erg groot succes. Ik vind het blouseje gewoon niet zo heel leuk. Ik hou niet zo van dat kant. En hij is wel echt heel groot bij mij. Dus nee, dit is een beetje een faal. Ik ga ook eventjes kijken voor een ander soort blouseje. Om te combineren met die ruitjesbroek. Want ik denk dat ik wel iets beters kan vinden in haar kledingkast. Deze is gewoon echt veel te groot voor mij. Dus ik ga even verder zoeken. Even kijken hoor. Ze heeft vast nog wel iets anders. Even kijken, wat is dit? Oké, nou ik heb twee dingetjes gevonden in haar kledingkast en aan allebei de dingen hangen nog de kaartjes. Echt erg, want ik weet precies wanneer ze dit heeft gekocht en dat is al een tijdje geleden. Dus mam, ik weet dat je kijkt. Je moet ze echt gaan dragen, want ze zijn echt leuk. Oké, allereerst heb ik hier een panterprint topje. Al denk ik niet dat hij heel mooi staat op een ruitjesbroek, maar we kunnen kijken. En dit is een topje met doorschijnende mouwen, maar ik denk dat deze ook echt veel te groot is. Deze is van Lofty Manor en deze is van Tessa Koops. Ze heeft het in het World Fashion Center gekocht toen daar zo'n dag was dat je daar naartoe kon om te shoppen. Dus ik ga even kijken of het me past. En dan ga ik kijken welke ik het leukst vind bij die broek. En dan pas ik het even. Nou, ik heb deze aangetrokken. En ik vind deze eigenlijk gelijk wel heel mooi. Met die doorschijnende mouwen. Dus ik ga hier gewoon eventjes die ruitjesbroek bij aantrekken. Al vind ik het zo eigenlijk ook best wel een leuk outfit. Ja, in mijn broek of eroverheen. Ik denk erin. Met een leuke riem of zo. Maar ik ga het even met die andere broek passen. Dat lijkt me nog leuker. Nou, ik heb het aangetrokken. En ik vind het echt best wel leuk. Dit is de outfit geworden. Ik heb het dus gecombineerd met een best wel baggy mom jeans-achtige, zeg maar zo'n model van een mom jeans, ruitjesbroek. En ik vind het best wel leuk geworden. Het is best wel een leuk blouseje. Ik draag zelf dus echt nooit blousejes. Dat is echt netjes voor mij. Dus zelf had ik hier gewoon of een zwart of een wit topje boven gedragen met lange mouwen. Maar ik vind het eigenlijk best wel leuk staan, zo'n blouseje. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie hiervan vinden. Ik vind die mouwen ook heel leuk dat ze doorschijnend zijn. Dat zit ook heel lekker. Het is echt wel een lekker blouseje. En ik heb hem er dus in gedaan en dan een beetje gepoft. In combinatie weer met de schoentjes. Deze komen trouwens van ASOS. Maar die zijn helaas niet meer te koop. En deze broek komt van de Zara. En het topje komt dus van Tessa Koops. Dus ja, dit vind ik ook wel echt een heel leuk outfit. Laat even weten wat jullie hiervan vinden. En wat jullie favoriet tot nu toe is. Ik ga nog 1 outfitje maken. Nou, dan de laatste outfit die ik ga maken. En dat is met deze trui. En ik zag hem net liggen in combinatie met deze broek. En dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. Dus ik ga dit gewoon eventjes bij elkaar aantrekken met die riem erbij. Want hier komt natuurlijk ook dat goud weer in terug. Dus ik denk dat dit wel een heel leuk outfitje is. Lekker simpel, maar dat is ook af en toe wel lekker. Je hoeft niet altijd helemaal gek te gaan natuurlijk. Dus ja, ik denk dat dit wel heel mooi is. Ik ga het even aantrekken. Oké, nou ik heb de laatste outfit aangetrokken. Dit is hem en ik vind deze eigenlijk ook wel weer heel erg leuk. De trui is gewoon heel mooi. Het is echt een heerlijk lekker zachte trui van de H&M. Ik vind die bijtjes erop ook heel leuk. Ik ben zelf misschien ook wel een klein beetje een extra. Ik hou echt wel van glittertjes op kleding. En ja, die bijtjes die zijn natuurlijk heel erg in de laatste tijd. Je ziet het echt heel veel terug. Ook in oorbellen en in kettingen. En nou, noem het maar op. Je ziet overal wel bijtjes op terugkomen. En deze trui is dus van vorig jaar. Dus... toen was het er blijkbaar al. Ik vind het heel erg leuk. Lekkere V-hals met een kettingje erbij zou het ook heel leuk staan. En dan heb ik hem een beetje in mijn broek gedaan. Zodat je die riem ziet. Want dat vind ik een leuk extraatje geven. Omdat het goud hier ook in terugkomt. En ik vind de kleurencombi met dit donkerblauw ook wel mooi. Het enige nadeel vind ik dat deze broek een beetje kort is. Dus je ziet nog een stukje been. En dat vind ik niet zo heel mooi. Dus als jij een langere broek hebt, dan zou ik die er zeker bij aantrekken. Maar goed, dit is dan de laatste outfit. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie van alle outfits vonden. Of jullie dit überhaupt een leuk idee vonden dat ik in iemand anders je kledingkast ging kijken. Laat eventjes in de reacties weten welke outfit jij het leukste vond. Ben ik heel benieuwd naar. Ik denk dat die van mij die met de ruitjesbroek is. Goed, dan was dit de video weer voor deze keer. Ik ben heel erg benieuwd of jullie het leuk vonden. Dus laat zeker eventjes weten in de poll hierboven of jullie dit soort video's vaker willen zien. En laat ook eventjes in de reacties weten bij wie ik dan in zijn kledingkast moet gaan kijken. Dus ja, laat dat zeker eventjes weten. En dan zie ik jullie gewoon de volgende keer weer. Doeg!